Hey jongens, Jo, hoop dat alles goed gaat met iedereen. Hey, wat lees ik nu? Tom Egbers spant een kort geding aan tegen de NOS en eist zijn baan terug. Dus van Tom Egbers zijn we nog niet af. De 66-jarige presentator die in oktober 67 wordt, dus dan heeft hij gewoon een pensioengerechtigde leeftijd. Dus dan ontvangt hij zijn AOW. Wil gewoon weer terug naar de NOS. En ja, ik neem aan dat heel veel mensen dat artikel hebben gelezen van de Volkskrant, waarin hij mede wordt gezien als de dader van het pestgedrag, van discriminatie, van seksuele intimidatie op de redactie van de NOS. Want Tom Egbers kwam toen slecht en negatief in het nieuws erover, omdat hij een affaire had met een vrouw, met een stagiair bij de NOS, of een jonge presentatrice volgens mij. En toen heeft Tom Egbers, als ik het artikel moet geloven, haar leven een beetje naargemaakt. Door haar allemaal verwijten te doen nadat zijn vrouw erachter was gekomen. Zijn eigen vrouw was erachter gekomen dat hij een affaire had met een meid van de Studio Sport redactie. En sindsdien had Tom Egbers zoiets van: ik ga haar pesten en plagen en dat soort dingen. En als ik het artikel moet geloven, hè, dus ik kan nu niet rekenen op een weerwoord van Tom Egbers. Maar hij heeft natuurlijk ook zijn zegje gedaan bij Galit en Sophie. Mocht hij zelf vertellen hoe dat is gegaan. Anyway, Tom Egbers is heel negatief in het nieuws, staat hij. En ik denk dat Tom Egbers ook bijvoorbeeld niet meer normaal over straat kan. Omdat veel mensen het hebben gelezen en zo ze hebben van: oh, daar heb je die Tom Egbers van die affaire en zo. Die man die een affaire had en die andere collega's heeft getreiterd en dat soort dingen. En nu wil hij weer terug. En nu wil hij weer gaan presenteren voor Studio Sport. En ik heb zoiets van: Tom Egbers, je bent nu bijna 67. Laat het lekker gaan, man. Mensen zijn het alweer zo wat vergeten. Wat je hebt gedaan, zeg maar. Waar je zo negatief in het nieuws bent doorgekomen. Dus ik heb zoiets van: laat het gaan. Ze hebben nu Eline de Sil. En ze hebben, ik las vorige week of twee weken geleden op NOS, op nu.nl, dat er weer een nieuwe NOS-presentatrice komt. Die is aangenomen. En ze hebben Sjoerd van Ramshorst, Jeroen Stomphorst, ze hebben Dionne de Graaf, ze hebben Henry van der Vught, of Henry, ja, zo heet hij volgens mij. Maar ze hebben heel veel presentatoren nu. En ik heb ook het gevoel dat de nieuwe generatie, en Gert van der Hof natuurlijk, ik heb een beetje het gevoel dat de nieuwe generatie niet echt op zit te wachten op Tom Egberts meer. Want Tom Egberts heeft van 1984 tot 2023 is hij presentator geweest bij NOS Studio Sport. Dus dan ben je wel echt een legende, ben je wel echt een veteraan natuurlijk. Maar ja, ooit houdt het een keer op, jongens. En het deed het NOS ook goed, bijvoorbeeld in 2015, toen Jack van Gelder naar Ziggo ging. Dat was ook een presentator waar veel kritiek op was. Of toen Mart Smeets met pensioen ging, toen waren ook heel veel mensen daar blij mee. Dus ja, Tom Egbers, ja, ik snap dat je wel weer aan de slag wil, want het is een heel mooie baan die je had. Maar laat het gewoon gaan, weet je. Geef de nieuwe generatie de kans. Kijk terug op een prachtige carrière. En ja, je bent nu eenmaal bijna 67, man. En iedereen heeft een houdbaarheidsdatum. Dus ik snap dat je je baan mist. Ik snap dat je het leven mist achter de schermen. Of voor de schermen, voor de camera. Maar laat het gaan, weet je. Je bent, ja, je kan wel een kort geding aanspannen. En je kan wel weer je baan opeisen bij de NOS Studio Sport. Maar dan krijg je ook weer haat en nijd met je collega's. Want die weten ook van het verhaal. En die hebben ook zoiets van: ja, we willen Tom Egbers ook liever niet hebben. Denk ik. Nou, tenminste, maar ja, misschien kan hij wel weer wedstrijd van het Nederlands elftal presenteren met Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk. Dus nou, dat zien we wel. Ik las op nu.nl dat het ook het meest gelezen artikel was van vandaag. Dat Tom Egbers een kort geding aanspant tegen de NOS en zijn baan terug eist. Dus vandaar dat ik even een YouTube-filmpje erover maak en dat ik er even over wilde vertellen. Anders had ik het ook niet gedaan, maar ja, het stond op NOS Studio, het stond op NOS.nl, stond op nu.nl, het stond op AD.nl. Dus ik had zoiets van: nou, ik moet er toch maar even over praten en mijn mening hierover geven. Tom Egbers, je was een toppresentator. Je was echt goed in je prime. Je hebt 39 jaar fantastisch werk geleverd. Maar laat het gewoon gaan. Weet je, Eline de Sil is er nu. En er komt nu een nieuwe presentatrice. En ze hebben gewoon genoeg presentatoren nu bij NOS Studio Sport. En zo gaat het nou eenmaal. Dus accepteer het.
Kijk terug op een mooie carrière. En laat het gewoon gaan. Oké. Okay. Want iedereen, want mensen zijn niet zo dom. Mensen die onthouden nog wel dat er, wat er is gebeurd. En wat er in de Volkskrant heeft gestaan een jaar geleden in dat artikel. Dus nou, ik hoop wel dat Tom Egbert weer normaal over straat kan. En dat hij gewoon zijn boodschap kan doen. En lekker op pad kan gaan. Want dat gun ik iedereen. Want het is geen misdadiger. Het is geen crimineel. Het is... nou, hij heeft gewoon een mindere periode gehad. Nou ja, jongens, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende. Doei doei!